Goedemiddag allemaal en welkom op deze webinar over toegankelijk toerisme. We wachten nog heel even terwijl de deelnemers rustig binnenkomen en we gaan over enkele minuten van start. Zo, ik denk dat we van start kunnen gaan met de webinar. Eerst en vooral wil ik jullie van harte bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid. Ik ben heel blij om jullie te mogen ontvangen vandaag in deze toch wel bijzondere setting. Mijn naam is Sarah Lefevre. Ik ben productmanager toegankelijkheid en familievriendelijkheid bij Toerisme Vlaanderen. En ik ben jullie gastvrouw voor de komende 2 uur. Waarom organiseren wij deze webinar? Wij merken eigenlijk dat steeds meer toeristische ondernemers werk willen maken van hun toegankelijkheid. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee en spelen we maar al te graag op in. Het publiek hier vandaag aanwezig is zeer breed. Dat gaat van toeristische diensten tot logies, attracties, musea. Dus deze webinar hebben we niet op maat van jouw specifieke werkomgeving kunnen maken, maar beschouwen wij eerder als een smaakmaker. We laten je vandaag kennis maken met een aantal principes binnen de toegankelijkheid. We geven jullie ook een aantal concrete tips en tricks mee rond communicatie, dienstverlening en marketing. Maar we willen jullie vandaag ook vooral inspireren. Wie weet mogen we elkaar dan in veiliger tijden ook eens in levende lijven ontmoeten tijdens een vorming die wel toegespitst is op jouw specifieke vragen en wensen. Heb je daar dan interesse voor, dan mag je ons zeker contacteren. Ik ben hier vandaag gelukkig niet alleen. Mag naar de volgende dia gaan. Ik ben hier vandaag gelukkig niet alleen. Ik heb maar liefst 3 sprekers voor jullie in de aanbieding. En dat zijn mijn collega Geneviève Delefortrie, ook productmanager toegankelijkheid bij Toerisme Vlaanderen. Daarnaast ook Kathleen Smolders, zij is docente bij Inter Vlaanderen. En tenslotte Christophe Steegmans, zaakvoerder bij WeTravel2. Maar ook achter de schermen werken er een aantal collega's mee die deze webinar in goede banen leiden deze namiddag. Bedankt daarvoor. Moderator van dienst is onze collega Pieter Gijsels. Hij is ook productmanager toegankelijkheid en hij zal jullie vragen en antwoorden in de gaten houden. Hij zal er dan telkens enkele uitpikken om ook voor te leggen aan onze sprekers. We zijn in een webinar. Het is fantastisch dat die mogelijkheid bestaat. Je mag naar de volgende dia gaan. En we zijn heel blij dat we jullie ook van achter jullie bureau kunnen blijven inspireren, zelfs in tijden van een lockdown. Maar daar horen ook enkele spelregels bij en die zet ik graag even voor jullie op een rij. Als deelnemer sta je op mute. Dat kan je niet veranderen, maar dat hoef je ook niet te veranderen. Want als je vragen hebt onderweg, dan kan je die stellen in de vragen en antwoordenbox. Als het goed is, dan zie je die rechts in je beeld staan. Daar kan je ervoor kiezen om een nieuwe vraag op te starten. Onze collega Pieter houdt deze box in de gaten. Ofwel krijgen jullie een antwoord in de vragen- en antwoordenbox zelf, ofwel wordt de vraag voorgelegd aan een van de sprekers. Na elke presentatie is er even tijd voor een korte vragenronde en dan legt Pieter jullie vragen voor aan de spreker in kwestie. Dan tot slot wil ik ook nog meegeven dat jullie zeker niet uitgebreid notitie hoeven te nemen. Wij nemen deze webinar voor jou op. Dat is interessant voor jezelf, maar misschien ook wel voor je collega's die deze webinar dan op een later tijdstip kunnen bekijken. Ja. Dan wil ik nog even overlopen met jullie wat er op het programma staat deze namiddag, voor ik jullie overlaat in de handen van de eerste spreker. Geneviève zal straks de spits afbijten en zij zal jullie meer vertellen over het belang van een toeristische totaalbeleving voor iedereen. Daarna dompelt Kathleen jullie onder in de wereld van klantvriendelijke communicatie en dienstverlening. En Christophe tot slot neemt jullie mee in zijn ondernemersverhaal met tips voor een goede marketing. Goed, dan ben ik lang genoeg aan het woord geweest en geef ik nu graag het woord door aan onze eerste spreker Geneviève. Het woord is aan jou. Dank u wel, collega Saal.
Ik had jullie uiteraard liever in het echt ontmoet. Het is ook altijd veel fijner om jullie te zien ter plaatse ergens. Helaas in deze tijden is het een webinar geworden. We hebben samen met onze collega's gewerkt aan een mooie presentatie. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Uiteraard gaan jullie nadien wellicht nog vragen hebben. Stel ze gerust in de chat, ook tijdens de webinar uiteraard. Het is zo dat wij vanuit Toerisme Vlaanderen eigenlijk al 20 jaar lang op toegankelijk toerisme werken. Vooral omdat wij een bestemming willen worden, of ook al zijn, min of meer, waarbij dat iedereen zich welkom moet voelen. Waarom zetten wij vooral in op toegankelijkheid? Omdat eigenlijk toegankelijkheid maar het tipje van de ijsberg is. Zoals jullie op de slide kunnen zien, zijn er eigenlijk massa's voordelen waar dat je misschien op het eerste zicht als partner niet zo aan denkt. Want wat wij heel vaak merken is dat er toch wel seizoenspreiding mogelijk is, omdat mensen met een beperking wel heel het jaar door graag op uitstap of vakantie trekken. Uiteraard vanuit een businessgedachte maatschappelijk verantwoord ondernemen, toch meer en meer speelt dat ook een belangrijke rol in de maatschappij. Extra inkomsten uiteraard ook, maar een warm welkom voor iedereen, ja, dat is toch iets waar dat je ook als kwaliteit kunt opwerken. Ja, de volgende slide alsjeblieft. Dus vandaar dat we ook een quote hebben die het een beetje samenvat, min of meer. Dus toegankelijkheid is cruciaal voor 10% van de bevolking, noodzakelijk voor 40%, maar comfortabel voor 100% van de bevolking. Dat wil wel zeggen dat het cruciaal is voor 1 op 10 van de bevolking, wat dat toch wel het waard is om erop in te zetten. Ja. Wij hebben deze presentatie opgebouwd aan de hand van de ketting van toegankelijkheid. Waarom de ketting? Omdat we merken dat elke schakel in deze ketting wel cruciaal is. Het heeft geen zin om je infrastructuur zo mooi mogelijk aan te passen. Als je er niet geraakt, is dat bijzonder jammer. Dus vandaar dat we elke schakel cruciaal vinden. We starten met volgende slide. De communicatie uiteraard, want wat al heel vaak wordt vastgesteld, is dat er heel wat aanpassingen gebeuren, maar dat er eigenlijk niet naar buiten getreden wordt met welke aanpassingen zijn er gebeurd, hoe kunnen jullie ons bereiken. Dus een website in heel het verhaal is hierin cruciaal. We merken ook dat mensen met een beperking eigenlijk nog meer dan een gewone reguliere toerist vooraf informatie gaan inwinnen. Een heel mooi voorbeeld hierbij is de volgende slide, is het kasteel van Gaasbeek. Zij hebben eigenlijk specifiek een rubriek toegankelijkheid gemaakt. Daarin beschrijven zij eigenlijk iets gedetailleerder wat er allemaal mogelijk is. Want het is zo dat het kasteel in een erfgoedlocatie ligt en dat er vanzelfsprekend, als je eerlijk bent, wel zaken zijn die niet altijd goed zitten. Hè? Er zijn trapjes, er zijn doorgangen die te smal zijn. Maar hoe beter dat je je toerisme en beperking informeert, hoe meer die zelf kan uitmaken als een bezoek mogelijk is of niet mogelijk is. Wat dat we heel vaak zien, zoals hier op de slide, is ook een e-mailadres of een telefoonnummer, zodanig dat je als je meer informatie wenst, dat je eigenlijk gerust met hen kan contact opnemen. Dus dat moedigen we zeker aan om te doen. Volgende slide. Daarin zien jullie nu het in de Flanders Field Museum. Zij doen het nog iets of wat anders, omdat ze eigenlijk per type beperking ook wel beschrijven wat er mogelijk is, wat de kostprijs is. Dit wordt dan eigenlijk aangevuld met wat fotomateriaal, omdat dat toch ook wel iets meer zegt voor iemand met een beperking, in hoeverre dat er zaken mogelijk zijn of niet mogelijk zijn. Ja. Het Brugse Biermuseum is dan een ander voorbeeld. Opnieuw hebben zij zeer eerlijk gecommuniceerd, want het Brugse Biermuseum bevindt zich in het centrum van Brugge. Ook in een pand dat eigenlijk, ook al wouden ze het heel graag, niet rolstoeltoegankelijk kon gemaakt worden. Maar de uitbater heeft er alles aan gedaan om voor andere doelgroepen heel wat aanbod uit te werken. Zoals jullie hier kunnen zien, voor blinden, slechtzienden en doof en slechthorenden onder andere, is er een heel mooi parcours uitgewerkt. Ja.
Het Huis van Aleijn in Gent. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze het plattegrond ter beschikking stellen, omdat je op die manier vooraf het bezoek min of meer kan voorbereiden. Dit is vooral heel interessant voor personen die een autisme-spectrumstoornis hebben. Zoals je onderaan kan zien, kan de bezoekersgids vooraf gedownload worden. Want wat we heel vaak zien met personen met autisme, is dat ze heel graag het bezoek zeer goed voorbereiden. Vandaar dat er daar dan gedetailleerd in staat, bijvoorbeeld dat je als je met de rugzak komt, best je rugzak in een locker achterlaat en zo verder. Dus voor begeleiders van personen met autisme kunnen ze op die manier het bezoek perfect voorbereiden. Wil je meer inspiratie? Neem zeker een kijkje op onze website, want samen met de collega's hebben we eigenlijk hier best practices gebundeld. Staan er heel wat tips en tricks over hoe je eigenlijk je toegankelijkheid beter kan promoten. Kan je ook eens de best practices wat beter toegelicht zien. Dus neem zeker een kijkje. Ja. Het volgende puntje van onze ketting is vervoer oriëntatie. Daarin zien jullie bijvoorbeeld hier al met het Huis van Aleijn. Dat bevindt zich in het centrum van Gent. Dus wat wil zeggen dat heel interessant kan zijn om qua bereikbaarheid vooraf al te signaleren dat je eigenlijk in een autovrije zone komt. Dus dat het heel interessant zal zijn dat je hen vooraf contacteert, omdat je wellicht ook een vergunning zal nodig hebben als je iemand met een beperking meeneemt op uitstap. Dus vandaar dat ze dit vooraf op de website heel mooi weergeven. Een ander voorbeeld is dan de Oostense fietstaxi. Dat is eigenlijk deze zomer ook dat je dit kon huren. Allee, huren niet echt, want het is eigenlijk vrijwilligers die daar opgestart zijn. En je kan gratis gebruik maken van de fiets. Als je bijvoorbeeld een gezondheidsprobleem hebt of een beperking, dan brengen ze jou van het station naar het centrum en terug. Het is een heel leuk initiatief, vandaar dat we er ook iets wilden van tonen. Ja. Een ander mooi initiatief is het kasteel van Haasbeek. Wat hier typisch aan is, is dat ze een soort van reliefkaartjes ontwikkeld hebben voor personen die slechtziend zijn of blind. Waardoor dat die persoon zich perfect kan oriënteren op de site van het kasteel en in het kasteel. Daarnaast hebben ze eigenlijk ook een audiogids ontwikkeld voor slechtziende en blinde personen. Het leuke aan dit verhaal is dat het een mooi partnerschap geweest is met de lokale serviceclub, die gezegd heeft dat we willen hier wel budget voor uittrekken om dit te realiseren. In de volgende slide zien jullie dan een 3D-maquette die opnieuw gefinancierd is door de serviceclub, maar door een hogeschoolstudent van de Go West is gerealiseerd. Het is een 3D-maquette, zodanig dat je eigenlijk ook aan de hand van het voelen jezelf kan oriënteren. Het kan ook interessant zijn voor kinderen. Wat daar hier ook typisch aan is, is dat we heel vaak zien voor blinde en slechtziende mensen dat ze buiten een aantal zaken in brons realiseren, wat dat heel vaak duurder is, ook niet altijd hygiënisch is. Dus eigenlijk zijn ze hier wel voorstander van om het meer op deze manier te doen. Het is ook een goedkopere manier, een kunststof. En het is een mooi voorbeeld ook van partnerschappen. Hoe kunnen jullie nu werken aan die betere bereikbaarheid? Uiteindelijk is het vooral de ervaringsdeskundigen zelf inschakelen. We merken heel vaak dat dit de beste manier van werken is. Want het is ook zo dat veel steden of gemeenten ook al adviesraden hebben met mensen met een beperking. Dus ga zeker eens te raden bij hen. Wij kunnen jullie ook altijd helpen hiermee. Of Inter-Vlaanderen uiteraard. En dan is het zeer interessant om andere partners mee aan boord te krijgen. Bijvoorbeeld serviceclubs, hogescholen zijn daar heel interessant in, fietsateliers en zo verder. Want ons motto is eigenlijk hoe meer believers, hoe beter het werkt om ook je zaak toegankelijk te krijgen. Ja. Een ander heel belangrijk en cruciaal punt in het verhaal is de infrastructuur. Hier zien jullie al op de foto Tor Central, dat is ons eerste congreslocatie die ook volledig toegankelijk gemaakt is. Een beetje verder in de slides zal ik iets meer toelichting geven over ons labels en ook over dit label.
Dus het label toegankelijkheid is eigenlijk initieel gestart voor logies. Later zijn dan ook bezoekerscentra erbij gekomen en infokantoren. Het is zo dat wij twee type labels hebben voor gebouwen. Het A-label is eigenlijk een basiscomfortlabel. Dat wil zeggen dat je hier en daar nog extra hulp nodig hebt als je een beperking hebt. Een niveautje hoger is dan het A-plus-label. Dit is eigenlijk een label die een comfort hoger gaat. Dus in die zin dat je vaak zelfstandiger al het gebouw kan betreden, dat er bijvoorbeeld automatische deuren zijn, iets meer hellende vlakken waar dat je minder hulp nodig hebt. Dit zijn dus onze twee labels voor logies en bezoekerscentra en voor kantoren. Daarnaast hebben we specifiek voor logies ook nog een soort van icoontje in onze gids die de extra zorgomkadering aangeeft. We hebben al een 25-tal logies die een extra zorgomkadering aanbieden. Dat wil zeggen dat zij hulpmiddelen, dus dat kunnen tilliften zijn, maar ook hooglaagbedden aanbieden. En medische assistentie kunnen inroepen, ofwel op afroep, ofwel ter plaatse. Als het ter plaatse is in het logies zelf, dan heb je het icoontje met 24 op 7. Dus voor bepaalde doelgroepen is dat echt wel cruciaal als ze op vakantie willen of kunnen gaan, dat dit er aanwezig is. Hier, zoals ik al zei, een voorbeeld van onze M-labels. Het M-label is gerealiseerd voor congreslocaties, is vrij nieuw, want in Vlaanderen is de eerste congreslocatie toch centraal geweest een aantal maanden geleden. Voorlopig hebben we enkel een M-label toegekend, het is basistoegankelijk, maar er is ook een M+ en M++ mogelijk. Hopelijk op termijn volgen er nog meer toegankelijke sites, zeg maar, congreslocaties. Want ook voor de congrestoerist vinden wij het heel belangrijk, indien hij een beperking heeft, dat hij perfect kan deelnemen aan het congres. Een voorbeeld van een toegankelijk bezoekerscentrum is Duinpannen in de Pannen. Dus op de linkerfoto zie je perfect toegankelijk, de toegang perfect toegankelijk is, dus via de automatische deur, ook geen drempels, geen trapjes. Op de rechterkant zie je dan perfect hellend vlak. Een hellend vlak is eigenlijk ook even goed voor kinderwagens interessant, voor leveranciers of mensen die iets slechter te been zijn, is het zeer handig. Zij hebben trouwens ook een A-label behaald. Als ook op deze slide het belevingscentrum Hoge Moten in Ronse is een bezoekerscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen, waar dat je ziet dat je een perfecte circulatieruimte hebt voor personen in rolstoel. Je ziet verder op de foto ook de dame die perfect aan de schermen kan. Dus alles is onderrijdbaar gemaakt. Het is eigenlijk een heel mooie realisatie van een toegankelijk bezoekerscentrum. Een voorbeeld van een toegankelijk hotel is het M-hotel in Genk. Ik toon jullie deze foto ook om eigenlijk aan te geven dat een toegankelijke kamer best wel een gezellige kamer kan zijn. Hè. Het hoeft niet zozeer te zijn dat je op het eerste zicht ziet dat het toegankelijk is. Nee, het is best een gezellige kamer waar iedereen wil logeren. Zij hebben ook eveneens het A-label behaald. Onze twee brochures zijn heel interessant om eens te raadplegen. Ze zijn trouwens op de website te raadplegen. De linker brochure is eerder gericht op de individuele bezoekers. Dat staan de hotels en de hostenkamers, B&B's, die allemaal een label toegankelijkheid hebben behaald. Dus een A of A-plus label. En de rechter brochure is de brochure die voor jeugd- of groepsverblijven werd uitgewerkt, waar daar ook ons label logies in staan. Hier zien jullie een fotootje van een van onze ervaringsdeskundigen, Ben, in de rolstoel, die dus een bezoekje gebracht heeft aan Bornem. En je ziet hem hier fietsen. Eigenlijk om ook aan te geven dat de omgeving zeer belangrijk is. Als die ook mee aangepast wordt, maakt dat eigenlijk interessant voor de persoon met een beperking. Ja. Volgende slide. Oké. Een volgend voorbeeld is het Vlokhof. Dat is een vakantiewoning in de omgeving van Brugge. Zij hebben een picknicktafel ontworpen die perfect onderrijdbaar is gemaakt. Dus als je met je gezelschap in de vakantiewoning op vakantie gaat, is het heel fijn dat de persoon in rolstoel mee kan aanschuiven.
Het vakantiehuis Fabiola heeft dan speeltoestellen die aangepast zijn. Dus de linkerfoto zie je dat je met een kinderrolstoel perfect op de speeltoestellen kan. De rechterfoto heeft dan een toegankelijke schommel. Dus dat maakt het geheel ook opnieuw heel tof. Ja. Wat we meer en meer ook zien in elke provincie, zijn er al mooie voorbeelden van, is het aangepast fietsen. Dus zoals hier op de foto zie je dat je duo fietsen kan aanbieden, rolstoelfietsen of tandems. Tandems zijn heel interessant voor personen die slechtziend zijn of blind of een persoon met dementie bijvoorbeeld. Maar evengoed, een duofiets, tegenwoordig zijn die vaak elektrisch ook. Dus kan je oma of opa die slechte benen op uitstap meenemen. En dat zijn wel heel mooie voorbeelden. Ja. Een mooi voorbeeld ook is het recreatiedomein Zilvermeer in Mol. Waarom? Omdat zij naast aangepaste vakantiewoningen op de camping ook een toegankelijk zwembad hebben gerealiseerd. En in de volgende slide zien jullie dan ook een toegankelijke minigolf, waarbij dat je dan ziet dat alle paden er naartoe ook perfect toegankelijk zijn. Dus het is eigenlijk om aan te geven dat in zijn geheel als site wel een mooie realisatie is. Ja. Een meer out-of-the-box voorbeeld, maar wel een heel tof dat wij persoonlijk ook vinden, is een avonturenparcours van de Outsider in de Vlaamse Ardennen. Dus de klimtoren, de eerste verdieping, is toegankelijk gemaakt. En hier op de foto zie je Charlotte met een aantal vriendinnen die de klimtoren heeft beklommen. En dat is wel heel fijn om te doen, omdat Charlotte ook wel echt iemand avontuurlijk is. Ja, de volgende. Zij willen ook vanuit de Outsider, we hebben eigenlijk een site opgestart in Aalst, willen ze ook een boot op het water krijgen die dienst zal doen, ook voor mensen met beperkingen, waar dat ze aan het kijken zijn dat ze met tilliften eventueel dit kunnen realiseren. Dus de uitbater daar heeft heel wat plannen en dat zijn eigenlijk wel heel toffe voorbeelden van meer avontuurlijk aanbod. Een ander voorbeeld is het SWIN. Het is zo dat je in het SWIN drie alterrein rolstoelen ter beschikking kunt hebben. Je kan die gratis uitlenen. Dus om dan eigenlijk in oneffen terrein een bezoekje te brengen. Het mooie hieraan is ook dat het huttenparcours volledig aangepast is, ook maar ook het bezoekerscentrum. Het is zo dat je het bezoekerscentrum ook kan doen met slechtziende of blinde bezoekers. We hebben zelf een collega die slechtziend is. We hebben het bezocht en ze vond het geweldig. Omdat je eigenlijk vooral via je zintuigen ook een bezoek kon brengen. Dus dat maakt het voor iedereen wel interessant. Ja. Een ander mooi voorbeeld is het Nationaal Park Hoge Kempen. Meer specifiek het zandloperpad in de Mechelse Heide. Dat is een pad van 1,5 kilometer, dat ook rolstoel toegankelijk gemaakt is. Waar dat je op het pad ook hier en daar een vogelkijkhut hebt, een aantal fysieke uitdagingen en kan afleggen, ook perfect met de rolstoel. Het leuke aan het Nationaal Park is dat ook de toegangspoorten, heet dat, de bezoekerscentra aan zich ook vaak toegankelijk zijn. Ja. Een ander voorbeeld is het vlinderpad in de Kalmthoutse Heide. Het is zo dat zij een pad specifiek hebben aangelegd. Dat is een pad ongeveer dat een uur, 1,5 uur duurt om af te leggen. Met obstakels, dat zijn vaak boomstammen en zo. Waardoor dat je als je een witte stok hebt, perfect een bezoek zelfstandig kan brengen aan de natuursite. Wat dat eigenlijk heel innovatief is en leuk. Want daarbij horend heb je dan ook een applicatie die de route beschrijft en ook weetjes hier en daar vertelt. Wat opnieuw interessant is, is dat je eigenlijk in het bezoekerscentrum simulatiebrillen kan ter beschikking krijgen. Zodanig als je niet blind bent, dat je ook perfect het bezoek een keer in een team of zo kan afleggen om ook te beseffen wat het geeft eigenlijk als je zelf zo slechtziend of blind bent. Een mooi voorbeeld van een realisatie onder andere is een stadswandeling. Dat is vaak gestart vanuit een toeristische stadswandeling. Waar dat we samen dan met onze partners, waaronder InterVlaanderen en de steden, dus de dienst welzijn, toerisme, stedenbouw, kijken hoe we deze wandeling ook toegankelijk kunnen maken. Dus alles op deze
wandeling wordt gescreend via een knelpuntenwandeling. En nadien wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn. En de realisaties zijn zoals deze hier voor ons, zijn brochures van een aantal kunststeden die een heel mooie toegankelijke toeristische wandeling hebben. We gaan overgaan naar een filmpje over Charlotte, die eigenlijk een bezoekje brengt aan Mechelen, om te tonen dat zij een toerist is zoals een andere toerist. Voilà. Dit was dus het filmpje met Charlotte. Charlotte is ook een van onze ervaringsdeskundigen waarmee we heel graag samenwerken. Nu zal ik nog kort iets vertellen over beleving indoor. Dus, want af en toe regent het ook helaas bij ons. Dan is het belangrijk dat mensen met een beperking ook wel wat beleving indoor kunnen hebben. Een mooi voorbeeld hierbij is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Waarom kaarten we dit aan? Omdat zij eigenlijk vier type programma's aanbieden, specifiek gericht op mensen met een beperking. Bijvoorbeeld voor slechtziende, blinde bezoekers onder andere, is het zo dat zij audiodescriptie rondleidingen aanbieden, maar ook objecten aanraken met geluid, met muziek. Dan ook doen zij voor dove bezoekers rondleidingen in Vlaamse gebarentaal onder andere. Voor personen met autisme-spectrumstoornis zijn er dan ook specifieke programma's of anderstalige bezoekers. Dus zij zetten hierop in al jaren met Museum op Maat. En het is zeker een keer interessant om een kijkje te nemen op hun website. Ja. Een ander heel mooi voorbeeld, dat is ook een van onze hefboomprojecten binnen Toerisme Vlaanderen, is het Gruithuizenmuseum in Brugge. Waarbij dat ze eigenlijk in elke zaal een soort van voelstations hebben ontwikkeld. Voelstations zijn eigenlijk maquettes bijvoorbeeld. Ze kunnen objecten zijn, stofjes die aangeraakt kunnen worden. Opnieuw meer om zintuiglijke prikkels te realiseren. We merken ook dat deze wandelingen eigenlijk ook gewoon voor de gewone toerist interessant kunnen zijn doorheen het museum. Ja. Het Van Gogh Museum, dat is dan eerder bij onze buren in Nederland, maar wel een mooi voorbeeld ook van hoe dat ze eigenlijk via een 3D-schilderij van de zonnebloemen ook wel de verftoets op die manier tastbaar gemaakt hebben, dus door die replica. Ook de geur van die zonnebloemen komt op die manier tot uiting. Dus dat is wel een heel mooie realisatie ook wel, via een replica eigenlijk. Een iets duurdere realisatie, maar ook wel de moeite om eens aan te halen, is de VR-beleving in het Abdijmuseum Terduinen. Waarom deze VR-beleving? Omdat ze specifiek is uitgewerkt geweest voor personen die slechtziend blind zijn. Omdat ze eigenlijk iets meer beschrijving geven over wat je ziet in de VR. We hebben die zelf ook eigenlijk eens getest en we vonden die eigenlijk voor onszelf ook wel interessant, omdat het iets meer details weer gaf. Ja. Hier een mooi voorbeeld van onderrijdbare vitrinekasten in het Koersmuseum, dat ook perfect toegankelijk gemaakt is in Roeselare.
Welke instrumenten kunnen jullie nog inzetten? Onder andere de erfgoed-app bij Faro is interessant. Waarom? Omdat je met die app eigenlijk de Vlaamse gebarentaal kan toepassen op je product. Dus hier zie je een voorbeeldje waar dat ze eigenlijk specifiek een rondleiding aanbieden in Vlaamse gebarentaal. Ja. In deze slide zie je dan opnieuw Gruutguze. Waarom? Zij hebben een videoguide. Een videoguide is eigenlijk een mini-tablet waarop dat ze dan opnieuw Vlaamse gebarentaal toegepast is. Omdat mensen die Vlaamse gebarentaal spreken specifiek wel nood hebben aan iemand die dit vertaalt voor hen. En zij appreciëren dit bezoek heel erg. De audiogids Sint-Gravensteen is ook wel de moeite om te doen. Onze collega die slechtziend is, heeft deze ook gedaan. En het leuke daaraan is dat het humoristisch is, maar toch ook wel heel beschrijvend. Vandaar dit voorbeeld. Ja. Meer van voorbeelden kan je zeker terugvinden in onze daguitstappenbrochure. Die is te downloaden via deze website, dus neem zeker een kijkje. We willen ook nog iets vertellen over de horeca, omdat het toch altijd interessant is als je iets gaat eten en drinken, dat er ook aanpassingen gebeurd zijn, zoals hier het Houten Sporthotel, is een vrij nieuw café-restaurant, ook in Ronse, die zich spitst op fietstoeristen, maar evengoed ervoor gezorgd heeft dat het ook allemaal rolstoel toegankelijk gemaakt is. En dat is heel leuk dat je eigenlijk met je gezelschap perfect kan aanschuiven aan tafel. Een ander voorbeeld is dan het Pasta Gusto pasta restaurant in Brugge. De uitbaatster is daar heel enthousiast over, want dat is eigenlijk toevallig dat zij een aantal blinde personen over de vloer kreeg die zelf gevraagd hadden, ja, het zou interessant zijn om ook een menu in braille aan te bieden. Zij hebben dat dan zelf gerealiseerd voor haar en sindsdien heeft ze gezegd, ja, eigenlijk is dat een nieuw publiek. Dus ze heeft dan ook naast braille nu ook grote menukaarten, dus menukaarten in grote letters dat ze aanbiedt. En ze kijkt ook als de mensen binnenkomen, hebben die hulp nodig naar de zitplaats of niet. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld ook van een economisch model dat wel werkt eigenlijk. Een nieuw type toeristen. Meer tips rond horeca en gastvrijheid vind je op onze website hier bovenaan op de slide. Dus neem zeker nog een kijkje voor extra tips. Ja. Inspiratie vind je ook hier op deze website, omdat we daar eigenlijk wat interviews gedaan hebben, ook met best practice, waaronder een aantal dat we getoond hebben, zoals de Outsider en zo, staan hier op deze website. We willen zeker nog ook iets kort vertellen over de andere doelgroepen, want toegankelijkheid gaat heel breed. Ja. Vergeet zeker niet de mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Het is zo dat we bijvoorbeeld vaststellen dat mensen met een verstandelijke beperking zeggen van ja, we vinden vaak dat bepaalde wandelingen ofwel te kinderachtig worden voorgesteld of niet op maat. Vandaar dat een mooi project om eens naar te kijken, Grenzeloos Gidsen is. Dat is eigenlijk een project dat gestart is vanuit mensen met een verstandelijke beperking zelf, jongeren, die willen het aanbod bundelen. Dat op hun maat gemaakt is. En dus dat is een samenwerking geweest tussen Pasvorm en KVG, waarop je hier op deze website meer informatie kan vinden. Ja. Ook mensen met een autismespectrumstoornis niet te vergeten. Ja. De site Toerisme voor Autisme is daar een heel mooi voorbeeld van, omdat zij stappenplannen gebundeld heeft per attractie of museum of logies. Ja. Een voorbeeld hiervan is het Sportimonium in Hofstade. Je ziet hier het visueel stappenplan, waar dat je de foto's vooraf ziet en ook een beschrijving, zoals ik al aanhaalde, waardoor dat je eigenlijk het bezoek perfect vooraf kan doornemen met de persoon die autisme heeft. Ja. Ook personen met dementie of jongdementie uiteraard. Een voorbeeld hiervan is, het is maar één van de voorbeelden, want er zijn er veel, is de belevingswandeling die prikkelt de zintuigen in Schoten. Zij hebben specifiek ook koffers met bepaald materiaal en foto's in, waarmee dat ze dan eigenlijk de wandeling afleggen en die objecten ook kunnen inzetten. Ja.
Een ander voorbeeld is dan de brochure Dementievriendelijke Wandelingen Dendermonde. Dat is een partnerschap geweest met het regionaal expertisecentrum. Dat hangt af van Dementie Vlaanderen. Dementie Vlaanderen staat zeker open om ook extra aanbod uit te werken met steden, gemeenten, diensten. Ja. Ik zou zeggen, als jullie nog vragen hebben, contacteer ons gerust. Wij willen heel graag op maat werken indien dat nodig is. Ook is er zeker het Inter, maar Kathleen zal ze biedt iets meer informatie geven. Zij biedt ook vorming en klantvriendelijk onthaal aan. Ja. Neem zeker ook een kijkje op onze website, want we hebben eigenlijk heel wat brochures. Hier zijn er maar een aantal opgesomd. Ook als jullie aanpassingen willen doen, is deze rond toeristische infrastructuur zeker interessant. Maar evengoed de tips rond dienstverlening, allerhande. Ja. Onze websites zijn de linkerwebsite, visitvlaanderen.com, dat is de publiekswebsite. En de rechterwebsite, de Toerisme Vlaanderen website, is dan eerder sectorgericht. Maar op beide websites vind je zeker wat informatie. Ja. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Mijn collega zal de vragen bekijken. Tot de volgende keer. Dankjewel, Geneviève. Ik heb inderdaad wel wat reacties hier kunnen sprokkelen. Zo hebben we de vraag of het label ook over ook zo'n musea, excuseer, of er ook zo'n label voor musea bestaat. Excuseer. Helaas, op dit moment hebben we nog geen label voor musea. Het zit wel in de pijplijn. Het is wel iets dat we samen met Inter achter de schermen aan het bekijken zijn of dat er naar de toekomst toe nood aan is. Wij denken van wel, maar op dit moment is het er nog niet. Het is wel zo, als jullie in onze gidsdaguitstappen gaan kijken, dat jullie wel icoontjes zullen terugvinden van dit museum is interessant voor bijvoorbeeld slechtziende bezoekers. Maar het is niet zo dat wij echt al een label toegereikt hebben. Dat is er nog niet. Oké. Ja, dan was er ook nog een kleine opmerking van een kijker dat in het voorbeeld van het vlinderpad, dat dus de boomstammen daar, dat die eigenlijk geen obstakels zijn, maar dat die eigenlijk dienen om de oriëntatie te vergemakkelijken. Dus dat is een soort van afboording van het pad. Je ziet, je kan inderdaad elk element op verschillende manieren aanwenden. Dat was nog een opmerking die binnengekomen was. Dan had ik hier ook nog een vraagje van, dus ja, wat met toegankelijk erfgoed. Zijn daar bepaalde best practices die je kunt noemen? Ik heb er een aantal al opgesomd. Uiteraard waren die niet zo direct rolstoeltoegankelijk. Huutfuzen onder andere, ook het Brugse Biermuseum. Maar er zijn erfgoedlocaties die ook wel rolstoeltoegankelijk gemaakt zijn. Ik denk specifiek aan het Hof van Busleiden in Mechelen bijvoorbeeld. Om ze nu direct allemaal op te sommen is het wel moeilijk, maar er zijn er zeker. Dat is iets dat we altijd integraal bekijken. Hè. We gaan naar een optimale bereikbaarheid of toegankelijkheid kijken. Het is maar als het echt niet mogelijk is, dat we dan kijken naar welke doelgroepen wel en welke niet. Maar ik zou zeggen, wil je meer informatie? Kijk zeker al eens in onze daguitstap, want het is zo dat wij per jaar wel alles heel goed bundelen. En het is zo dat wij per collega ook wel CITES opvolgen. En dat eigenlijk de daguitstappen net het geheel naar buiten brengt. Ja. Voilà. De laatste vraag die net binnenkomt, daar zal ik nu maar direct zo op antwoorden. Iemand vraagt, kunnen wij brochures bij jullie bestellen? Het antwoord is natuurlijk ja. In de mate dat het op dit moment in de coronatijd mogelijk is om fysiek iets op te sturen natuurlijk, kunnen we dat doen. Maar maar alle publicaties zijn sowieso digitaal beschikbaar. Er komen dan toch nog een paar vragen hier ineens binnen. Ja, nog eentje. Ik ga die even publiceren. Ja, de opmerking is van dus in Kalmthout de Vroente
heeft dus ook een elektrische terreinrolstoel. En ze willen gewoon even melden van kijk, het is een manier om de zelfstandigheid te vergroten. Je hoeft niet meer die terreinrolstoel te duwen. Je kan die eigenlijk gemotoriseerd laten rijden, zodanig dat je naast elkaar kunt lopen en dat je niet achter elkaar moet lopen. Het is maar een ander voorbeeld van goede praktijk, denk ik. Dat was het, denk ik, tot nu toe. Oké, Pieter, dank je wel. Dank je wel ook, Geneviève. Ik denk als alle vragen beantwoord zijn, dat we verder kunnen naar onze volgende spreker. En dat is Kathleen Smolders. Zij is docente bij InterVlaanderen. In opdracht van Toerisme Vlaanderen geeft Kathleen trainingen aan de toeristische sector rond het onthalen en het gidsen van personen met een beperking. Vandaag geeft ze jullie al graag haar belangrijkste bevindingen daaromtrent mee. Wie interesse heeft in een uitgebreide training op maat, kan uiteraard contact opnemen met Toerisme Vlaanderen. Maar intussen kan Kathleen jullie alvast inspireren. Kathleen, ga je gang. Het woord is aan jou. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Van de ene huiskamer in de andere, zou ik zeggen. Hè? Ik ga misschien heel even Inter voorstellen. Inter maakt een brug tussen de mensen en de omgeving. En de omgeving kan dan een plein, een gebouw, straten zijn. En onze architecten bewaken dus die toegankelijkheid of die toegankelijkheidsketen die Geneviève ook al deels heeft aangehaald. En zoals al werd verteld, hebben we samen met Toerisme Vlaanderen vormingen uitgewerkt, maar ook aan de labels gewerkt, zowel het A-label als het M-label. En is het onze betrachting om die toegankelijkheid, die universele toegankelijkheid, door te trekken over alle locaties die wij kunnen gaan bekijken en bespreken. Ik ga de link maken met het, wat Geneviève al verteld heeft rond die toch belangrijke infrastructuur. En er is een quote die zegt dat mensen met een beperking eigenlijk geconfronteerd worden met hun beperking wanneer de infrastructuur niet in orde is. En zo is er ook een quote die zegt van mensen worden ook met de neus op de feiten gedrukt wanneer de informatie, wanneer de communicatie niet correct is. Vandaar dat ik met jullie heel graag een parcoursje afleg rond het omgaan, het communiceren met. En Geneviève haalde het al aan dat er een belangrijk deel is weggelegd voor de website. Vandaar heb ik de luikjes communicatie ingedeeld in de communicatie vooraf, de website dus, de communicatie ter plaatse en een luik klantvriendelijk onthaal voor medewerkers. En daar wil ik jullie nu even graag mee doornemen. Die communicatie vooraf. We hadden het al over de website, maar er zijn ook folders en sociale media, mailings. Ik haal heel even kort aan het AnyCircle label. En het AnyCircle label geeft aan dat een website toegankelijk is, dat daar een logische structuur is opgebouwd, dat er een exact correct lettertype, het schreefloze lettertype, is gebruikt, dat er heel weinig of niet cursief wordt geschreven en enkel hoofdletters worden gebruikt waar ze horen en niet hele zinnen, dat er een eenvoudig en goed gestructureerd en duidelijk taalgebruik is. En van het hele websiteverhaal wat Geneviève net heeft verteld, hebben jullie kunnen merken hoe belangrijk het is om vooraf de juiste communicatie en, en voor mij, als ik het mag benadrukken nog, de meest eerlijke communicatie. Want in heel die keten van toegankelijkheid gaat het erom dat mensen vooraf willen weten wat kan ik op die locatie gaan doen. En het is toch jammer als je op een locatie aankomt, je doet al heel veel moeite om je te verplaatsen, om de parking te vinden, om aan te komen, om dan te ontdekken dat je eigenlijk niet binnen kan. Of dat je wel binnen kan, maar niet naar het cafetaria kan of niet naar het toilet kan. Dus ik wil het websiteverhaal inkorten, maar benadrukken hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk te vertellen, maar ook te durven meedelen waar er een mankementje is. Want, en de vraag kwam net al, hè, met erfgoedziektes, is het niet allemaal zo gemakkelijk. Maar als je dan eerlijk bent en je vermeldt op je website van dit stukje, ik neem nu maar bijvoorbeeld een toren is niet toegankelijk, dan
Ja, is dat eerlijk? Ik heb een slide, de volgende slide is al in beeld gesprongen, dat is fijn, van Middelpunt, Hotel Middelpunt, omdat zij op hun website heel duidelijk werken. Je ziet de verschillende indelingen, COVID, kamers, zorg. Dus je kan eigenlijk via tabs heel snel te weten komen wat je wil weten. En dan zie je ook contact, en dat wou ik net bij het vorige ook nog vertellen, hoe fijn is het als je op een website een contactpunt kan vinden, een persoon, een naam dus, liefst met een foto erbij, met een telefoonnummer, met een gsm, met een mail, zodat je, als je extra eisen hebt, zoals je bepaalde vragen hebt of onduidelijkheden, dat je die met een persoon kan bespreken. En niet ergens op een info, nee, je mag de slide gerust terugsturen, ze springen een beetje, laat het zo maar even staan, dankjewel. Dat daar dus een contactpersoon is, dat wou ik eigenlijk nog verteld hebben bij de vorige slide. Ja, de volgende slide graag. Het volgende stukje is de communicatie ter plaatse. Ik heb mij dus via de website, via informatie heel goed voorbereid. Nu kom ik ter plaatse. En dan is het ook zo belangrijk als eerst al het gebouw goed gesignaleerd is. Als ik met de auto kom en eigenlijk de exacte signalisatie zie staan, dat ik niet moet gaan zoeken waar is het hierin. Vaak erfgoedlocaties of locaties die in de bossen liggen, is dat heel belangrijk. Dat het gebouw gesignaleerd is, dat ik tenminste herken op een plein, ah, daar moet ik zijn. Ja? En dan komen we bij de balie, dat is het volgende stukje in die keten. En hoe fijn is het als daar iemand is, als die balie bemand is. Stel dat we ooit in de toekomst robotten gaan instellen of onze automaten. Als mens zijn we heel sterk geneigd om naar een mens toe te gaan. Dus is het ook heel fijn als die persoon er is, hè, als er een duidelijk aanspreekpunt is. Als alle medewerkers op de hoogte zijn van alle toegankelijkheidsfaciliteiten. Daar mag je best fier op zijn als dat zo is. Foldertjes heeft Geneviève ook al aangehaald. Folders met exacte informatie, eventueel een overzicht van hoe de locatie eruit ziet. Zeker als het om grotere sites gaat. En in heel het verhaal van de toegankelijkheidsketen is de signalisatie, de bewegwijzering, enorm belangrijk. Een duidelijke bewegwijzering, een signalisatie die van aan de parking tot in het gebouw eenduidig is en aanwezig is. Ja? En de hulp van pictogrammen, dat is algemeen geweten, is gewoon internationaal en zelfs verder en verder. Iedereen verstaat die pictogrammen, dus waarom ze niet gebruiken om duidelijkheid te scheppen. Ik laat jullie graag in de volgende slide een voorbeeldje zien van een museum. En op een plein is dat gebouw heel duidelijk herkenbaar. De gevel is beschilderd, daar hangen banners. Dus het gebouw is als musea heel sterk herkenbaar. En dan gaan we even dieper inkijken op bijvoorbeeld al die ramen. En we zien ook de deuren. En dan is het belangrijk dat ik uit die drie deuren heel snel weet welke deur is hier. De ingangsdeur. Ja? Dat ik niet hoef te zoeken. Dat ik mij direct op mijn gemak voel eigenlijk en weet, ah, hier moet ik binnen. Hier kan ik naar binnen. Ja? De volgende slide geeft een voorbeeld van de chaos van signalisatie. En we kennen het allemaal. Heel erg als het te veel verwarrende bordjes zijn, is al even erg als helemaal geen signalisatie. Graag de volgende slide. Hadden we ook al besproken, de voelmaquettes. Hoe fijn is het als je de grootte van een locatie, van een gebouw, maar ook van een heel complex, kan betasten. Kinderen vinden dat ook heel leuk als er 3D is, dat ze kunnen voelen en kijken. Dus eigenlijk wordt iedereen aangetrokken door voelmaquettes. En Geneviève zei het al, het hoeft echt niet meer in brons. Er zijn veel leukere en attractievere dingen vandaag mogelijk. Oké. Dat was de communicatie ter plaatse. Dus voor een deel, natuurlijk, jullie zitten hier misschien niet allemaal als de inrichters van. En ik kan mij voorstellen dat je zegt, ja, maar ja, ik heb daar weinig aan te vertellen. Wat er bij ons op de locatie gebeurt. Ik zit maar aan de balie. Dan is nu het moment aan jullie. Want
We kunnen alles vooraf plannen op de website en zien dat de signalisatie in orde is. Er kan altijd een bordje verloren gaan. Er kan altijd iets gebeuren. En gelukkig zijn er dan onthaalmedewerkers. En als algemene tip is het, wat ik net ook al zei, is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de toegankelijkheid of de extra's die een musea, een hotel aanbiedt aan personen met een beperking. En waarom zeg ik dat? Omdat er ook heel vaak stagiairs zijn of vrijwilligers. En ook die mensen moeten echt wel goed op de hoogte zijn om te weten waar het aangepast toilet is bijvoorbeeld. Of de aangepaste parking. Of langs welke deur je wel een ander lokaal kan bereiken. Of wat ook. Ja? En de balie of de onthaalmedewerker mag heel duidelijk herkenbaar zijn. En het stukje klantvriendelijk onthaal is een deel van de vorming. Dus ik ga er vandaag misschien een beetje snel over. Maar mij wordt dan vaak de vraag gesteld, moet ik nu met personen met een beperking anders gaan spreken? En vanuit ons Universal Design denken kan ik alleen maar antwoorden, nee, want er is geen anders communiceren. Maar het bestaat alleen maar een respectvol omgaan met een mens. En ik wil jullie als rode draad voor mij, of een stukje ook mijn verhaal, is, ik heb enorm veel bijgeleerd van personen met een beperking. En ik heb van hen geleerd dat we eigenlijk allemaal dezelfde emoties delen. Dezelfde verlangens hebben. En als mensen praten over een vakantie of een bezoekje aan een museum of een stad, dan blijft vooral bij hoe ze zich daarbij gevoeld hebben op die dag. Oh, het was daar gezellig, we hebben daar goed gegeten en iets gezellig gaan drinken. En we zijn daar geweest, we hebben dat gezien en dan zijn we die tegengekomen of dat hebben meegemaakt. Dat iets duur was of dat iets minder toegankelijk was, blijft dan vaak in de schaduw staan. Want het algemene gevoel, de beleving die ze hebben gehad, blijft veel, veel langer in ons geheugen hangen. En dat is ook een stukje wat de onthaalmedewerker kan aan meewerken. Omdat zij net de eerste persoon zijn die we zien wanneer we een hotel of een restaurant of een musea binnenkomen. Dat dus voor degene die deze taak mogen uitvoeren. Graag de volgende slide. Ik wil dus met jullie de groep van personen met een beperking gaan bespreken. Maar wij houden niet van in hokjes delen. Dat past ook helemaal niet binnen het Universal Design. Maar om het een beetje te kunnen duiden hier, heb ik dus de vier grote groepen even onder de loep genomen. En die gaan we even bekijken. Die persoon met een fysieke beperking, wie is dat? Ja, er staat al bij, veel gradaties, inderdaad. Die doelgroep is zo gevarieerd en zo groot. En misschien zeg je van, daar staat nu iemand met een kinderwagen. Wel ja, je verplaatst je heel anders met een kinderwagen dan dat je die niet bij hebt. Als zwangere ga je ook anders stappen. Als je met krukken moet wandelen voor een tijdje of voor langere tijd, dan merk je dat je je anders verplaatst. Er zijn manuele rolstoelen, elektrische rolstoelen. Er zijn mensen die heel actief kunnen zijn met hun eigen rolstoel. Anderen moeten een assistent krijgen, een duwtje krijgen. En er zijn ook de sportievelingen. Waar gaat het dan om als we het hebben over het omgaan met die persoon? Dan kan je je al voorstellen dat het niet fijn is als iemand vanuit de hoogte naar jou praat. Nu, gelukkig met corona moeten we al die 1,50 meter afstand houden en krijgen we al iets meer afstand, waardoor we niet zozeer vanuit de hoogte gaan werken. Maar veel eenvoudiger zou het zijn wanneer we op ooghoogte kunnen praten. Dus neem plaats op een stoel, vandaar ook die onrijdbare balie, dat je op dezelfde ooghoogte bent en dat je kan communiceren met de persoon met de fysieke beperking. En ik ga het vandaag misschien nog een paar keer zeggen, praat alsjeblieft met de persoon zelf. Ga er niet vanuit dat hij of zij niet kan praten, omdat je toevallig in een rolstoel zit of voor altijd in de rolstoel zit. Spreek de persoon met de beperking aan. Stop met verkleinwoorden. Nee, ik was nog even met deze slide. Nog niet, dankjewel. Val ook niet in de valkuil van de verkleinwoorden. We zien dat vaak, we horen dat vaak, dat we gaan verkleinwoorden gebruiken. Doe dat niet. Neem een gewone taal, ga niet betuttelen, ga niet verkleinwoorden gebruiken.
praat normaal. Er gaan misschien zelfs ook nog vragen zijn rond deze groep. Stel die gerust aan Pieter en ik ga die zelfs wel beantwoorden. Maar naar communicatie zijn de belangrijkste dingen van ooghoogte en praat met de persoon zelf. Dan gaan we naar de volgende doelgroep. De doelgroep van de visuele beperking. En ook daar zijn verschillende gradaties. We hebben het slecht zien, tunnelzicht, troebelzicht, kleurenblindheid. Een te grote variatie om het allemaal in detail te gaan uitspitten. En eerlijk gezegd, om te praten met mensen met een visuele beperking, is het ook niet belangrijk om te weten hoeveel % zicht ze nog hebben. Oh, hoor ik dan. Ja, maar soms heb ik de indruk dat die persoon wel ziet. Wel ja, het kan. Het kan dat iemand als blind wordt beschreven en toch nog contouren kan zien. Of toch nog kan zien dat hij met een vrouw of met een man staat te praten. Dus dat maakt niet uit voor ons naar communicatie toe hoe dat wij met die persoon met beperking gaan praten. Wat nu wel belangrijk is. Wij zijn eigenlijk heel gefocust op het woord. Terwijl in onze communicatie het woord maar een 6% zou uitmaken. Ons allerbelangrijkste communicatiemiddel is onze mimiek, onze lichaamstaal. En jullie kunnen je allemaal voorstellen dat iemand met een visuele beperking net dat stukje van de communicatie mist. Het allerbelangrijkste stukje, namelijk onze mimiek. Dus we moeten het hebben van het woord en onze stemintonatie, de manier waarop we spreken. En dat is wel heel belangrijk. Als je tegenover een persoon met een visuele beperking staat, dat je die persoon ook aanspreekt. In zijn gezicht spreekt. Ik ga mij nu, voor degene die mij in de camera zien, wegdraaien. Vaak hebben we de balie en staat de computer aan de zijkant. En zouden we eigenlijk kunnen verder tokkelen, want ja, die persoon ziet mij niet, dus ik kan wel spreken. Maar jullie merken nu ook dat mijn klank niet meer rechtstreeks naar de opnameknopje gaat. Dus het is voor die persoon met een visuele beperking net heel belangrijk dat jij jouw klank richt naar de persoon zelf. En dan is het misschien wel attent om te letten op jouw bewoordingen van hier en daar zegt heel weinig. Spreek duidelijk over links, rechts of op 11:45 of 12:45. Wat dan duidelijker maakt dan hier en daar. Misschien wil ik ook nog even benadrukken, omdat het vaak vanuit een vraag komt, hoe oriënteren mensen zich met een visuele beperking? Worden er pasjes geteld? En zover ik weet, worden er heel weinig pasjes geteld. Het zou nogal een optelsommetje worden op het einde van de dag. Hun belangrijkste oriëntatie is die echolocatie. En de echolocatie is de weerkaatsing van de stok op materiaal waar hij aantikt. Marmer en hout geven een andere klank. Een straat met heel veel, of een plein bijvoorbeeld, waar heel veel straten op uitkomen, geven een heel andere sound, een heel andere klank dan een gesloten steegje of onder een brug staan. Dus voor hen is wel heel belangrijk dat wanneer er een gesprek wordt gevoerd, dat de achtergrond duidelijk is, rustig is. En dat kan misschien vreemd zijn, maar muziek kan daar erg storen. Als ik mij zo moet focussen op het gesproken woord, dan kunt u voorstellen dat wanneer in de achtergrond de kerstmuziek begint en ook nog bussen komen en trams stoppen, dat de communicatie niet zo gemakkelijk vlot. Hoef ik jullie te vertellen dat praten door plexiglas, omwille van corona en met een mondmasker op, de communicatie zal bemoeilijken. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk al ondervonden. Dat zijn de belangrijkste dingen rond die communicatie. Ik wil toch nog even op de volgende slide zien jullie links blinde geleidelijnen. En we vragen ons heel dikwijls af, en sommigen zullen het misschien wel weten, wat zijn die blinde geleidelijnen die je op de dia ziet? Dus links de ribbels en rechts de noppen. Dat zijn de ogen voor de persoon met de visuele beperking. De stok voelt het verschil tussen een tegel en een ribbel. Of een tegel en de noppentegels. En de geleidelijn op de linkerdia leidt
of brengt de persoon met de visuele beperking, sorry, naar een vast punt. En in dit geval hier is er een klein muurtje en dat muurtje leidt de persoon verder. En aan de andere kant staat een haag en een glaswand. Maar wat het spijtige verhaal is dat er midden op mijn ogen een bloembak is geplant. En dat zijn zo van die dingen waar wij als inter dan zeer kritisch zijn. Of waar mijn haren naar omhoog gaan. De noppentegel, die ga je vinden aan trappen. En dat maakt de trap veilig. Dat is een waarschuwing van, hop, stop, hier komt iets. Daarom zien we ook die noppentegel aan een zebrapad bijvoorbeeld, bij het oversteken van de straat. Dus die zijn zomaar niet in het straatbeeld geplaatst. Die hebben wel degelijk een functie. En het zou fijn zijn als restauranthouders en cafébazen daar alert voor zijn. En ik geloof er niet in dat het voor expres wordt gedaan, maar we zien in de zomer dat die terrasstoeltjes steeds verder en verder uit elkaar gaan. En op een bepaald moment nemen ze ook die blinde geleidelijnen eens over. En ik ijver een beetje daarvoor om daar attent voor te zijn. En die plekken en tegels vrij te laten. En dan de volgende slide is de begeleidehond. De blinde geleidehond is overal welkom. Dat is ook een hond die in werking is. Dat wil ik toch wel graag meegeven. Ze dragen een vestje, geel of wit. Ze zijn ook altijd aan de leiband of vaak met een witte staaf. En het is niet de bedoeling dat we die honden gaan lokken met snoepjes en met lieve woordjes. We vragen ook aan het baasje of we ze mogen aaien. En we vragen ook aan de baasje of we ze mogen water geven. Want eigenlijk zijn die honden in actie, in werking. En de baas geeft hen eigenlijk moment om te rusten en om te drinken. Dat rond de geleidehond. Als er dus 's avonds vragen zijn, dan graag bundelen. De volgende doelgroep is de persoon met de auditieve beperking. En ook hier is er een enorme gradatie van ik ben doof geboren, ik hoor minder, ik hoor geen hoge tonen meer, geen lage tonen meer, niet links of rechts. Dus ook deze doelgroep is zeer groot. Waarom staat op de slide, taalgebruik is niet altijd aanwezig. Als ik doof geboren ben en nooit mama, papa heb gehoord, is het heel moeilijk om die klanken na te bootsen of exact na te bootsen. Vandaar merken we dat personen met een auditieve beperking wel klanken uitstoten die voor ons vaak heel luid kunnen klinken, anders kunnen klinken, waardoor we vaak het gevoel hebben van daar is ook iets anders mee. En dat is iets waar ik jullie toch wil op wijzen. Terwijl het niet anders kan, als je de klanken niet hebt gehoord van bij de geboorte, dan kan je ze ook heel moeilijk produceren. Tenzij je met cochleaire implantaten of met hoorimplantaten ondersteuning hebt gehad. Nog zo'n verhaaltje wat ik vaak hoor is, kunnen die dan van ver lezen van mijn lippen wat ik allemaal aan het vertellen ben? Wel, er zitten krakken tussen die enorm goed kunnen liplezen. Maar ik wil jullie toch ook wel melden dat liplezen zonder een thema te kennen, zonder het onderwerp van het gesprek te kennen, heel, heel moeilijk is. Vandaar dat het een tip naar jullie ook is om altijd eerst een thema aan te geven van waar wil je het over hebben of waar zal het over gaan. Omdat is belangrijk om jouw lippen te kunnen lezen. Rond gebarentaal wil ik kort vertellen dat gebarentaal een taal op zich is. Het is geen Nederlands, ook geen Frans. Het is een eigen taal met een eigen woordgebruik, zou ik bijna zo durven zeggen, maar een concreter woordgebruik, zo moet ik het zeggen. Een gemakkelijker werkwoordgebruik. Ik heb van deze doelgroep geleerd to the point te komen. Om te vertellen wat ik te vertellen heb. Omdat hun verhaal en de taal vanuit de gebarentaal concreet is en heel duidelijk zegt wat er te zeggen is. De tekening I love you is de vingerspelling die vaak wordt gebruikt om moeilijke woorden te spellen of onbekende begrippen te spellen.
rond die communicatie met de, of het omgaan met de persoon met de auditieve beperking, wil ik jullie meedelen dat van hun uit komt heel vaak, goh, we merken dat mensen aan de onthaalbalie of mensen met wie we moeten spreken een beetje angst hebben van, goh, gaan we het daar wel kunnen uitleggen? Terwijl ik jullie een hart onder de riem wil geven, een riem onder het haar, een hart onder de riem. Met, wij hebben allemaal een uitbeeldingskracht. Als ik net zei dat onze mimiek in onze lichaamstaal het belangrijkste is in communicatie, is dat voor deze doelgroep absoluut, absoluut zo. Ze hebben ons gezicht nodig, onze handen nodig om te kunnen zien hoe wij praten. En onze lippen zijn daar natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van, maar ook onze ogen spreken. En waar moeten we op vertrouwen? Dat we dat allemaal kunnen. We kunnen allemaal met onze handen en met ons gezicht en onze mimiek onze taal, onze woordtaal ondersteunen. Zoals we dat ook zouden doen als we de weg uitleggen aan anderstaligen. Dan zie je mensen ook groter gesticuleren. Dus dat kan zeker al een gemakkelijk steuntje zijn. Ja? Nu hoor ik mensen denken van, oh, maar dat is nu het laatste wat ik wil gaan gesticuleren en dat is helemaal niet ik. Als je merkt dat jouw lippen niet kunnen gelezen worden, of dat het gesprek, de communicatie, moeilijk verloopt, dan kan je nog altijd de dingen opschrijven. Er is een vraag gekomen, wel schrijf het antwoord op, of neem een van de folders die je hebt en kruis aan wat de vraag was, waar de informatie terug te vinden is. En als je schrijft, gebruik dan ook geen romantaal, maar een duidelijke taal. Een actieve Nederlandse taal. Dat is in het kort rond de persoon met de auditieve beperking. Laten we naar de volgende doelgroep gaan. Er werd ook al door Geneviève aangehaald hoe deze groep, de personen met een verstandelijke beperking, meer en meer een aanbod krijgen, ook binnen de musea. En ik heb van deze doelgroep vooral geleerd, omdat het ook zo'n een grote variatie is binnen deze doelgroep. Hè. Wie zijn ze en wie zijn ze niet? Maar ik heb van hen geleerd om te kijken naar het hart. Het is een doelgroep die mij heeft getoond dat IQ niet zo belangrijk is. Wel EQ. En zij zijn er graag bij. Het zijn mensen die graag meegaan naar het museum, graag meer reisjes maken, daguitstappen doen. Het is een doelgroep die zeker aan te spreken is. Maar we hoeven niet uit de hoogte te doen. We hoeven hen niet te laten merken hoe intelligent wij wel zijn. Want daar knappen ze op af. Dus als tip mag ik jullie misschien geven, praat gewoon. Praat Nederlands, gebruik een gewone actieve taal. Ga geen moeilijk gecompliceerde zinnen maken met 20 werkwoorden in een zin. 1 werkwoord, maximum 2 werkwoorden per zin is genoeg. Stel je vragen 1 per 1. Doe het rustig. Stel een vraag en wacht op het antwoord. En ga niet ratelen. Behandel hen gewoon. Ze horen er zo graag bij. Doe gewoon. Doe ook niet te familiair. Ga ook niet in te veel moeilijke grapjes praten, maar maak jouw taal duidelijk. En als je merkt dat ze het niet begrijpen, gebruik eens een ander woord. Maar ga niet met sarcasme praten. Zij zijn zeer gebaat, net zoals de vorige doelgroep ook, met duidelijke signalisatie, met duidelijke pictogrammen, met een overzichtplannetje. En als het dan op de website ook nog vooraf allemaal mooi uitgelegd staat, dan geeft dat alleen maar een gerust gevoel. Want uiteindelijk heeft beleving te maken met je op je gemak voelen, zoals wij dat dan uitdrukken. Ergens aankomen en oh, dat voelt zoals thuis. En als deze doelgroep dat heeft, dan heb je die mee. En dan zijn het de mensen die alleen maar vol lof over jouw locatie, over jouw eten, over de drank en wat ook kunnen praten. Omdat ze het vooral ervaren. Ja. Ik ben vrij snel, denk ik, door de groepen gegaan. Maar dit wou ik in het kort aan jullie meedelen.
om jullie misschien een beetje een hongertje te laten krijgen naar onze vormingen die we samen met Toerisme Vlaanderen aanbieden. De opleiding klantvriendelijk onthaal, dat kan over een halve dag gaan of over een ganse dag, waar we met ervaringsdeskundigen samenwerken. En dat is eigenlijk een unieke kans voor iedereen om, we hebben het al heel vaak ook voor gidsen aangeboden, om met de persoon met de beperking zelf door het museum of door jouw hotel of wat ook te kunnen stappen en direct een feedback te krijgen van waar je kan op letten. We werken ook met inleefmomenten, zoals je op de foto kan zien. En dat is van zeer hilarisch tot zeer sterk binnenkomend. Zo, dat was mijn stukje binnen het verhaal voor vandaag. Als er vragen zijn, dan hoor ik die heel graag. Dank je wel alvast. Dank je wel, Kathleen, voor je boeiende uiteenzetting. Dan nemen we nu even de tijd voor enkele vragen. Pieter, heb jij een vraag voor Kathleen? Ik heb hier wel eentje. Ja, er was sprake op een bepaald moment van te spreken van bijvoorbeeld 11:45 in plaats van hier of daar. Kun je dat kloksysteem even uitleggen, Kathleen? Kathleen, jouw micro staat nog niet op. Ja, excuseer, dankjewel. Ik dacht dat die al een tijdje op. Nou, fijn, dankjewel, Pieter. We moeten ons verplaatsen in de persoon die voor ons staat. En heel vaak zeggen we links, maar is het voor de persoon die tegenover ons staat? Ik denk nu vanuit de balie, is het al rechts. Dus daar gebeuren al heel vaak fouten. En als we denken dat wij staan op dezelfde plek als de persoon met de visuele beperking, dan is 12 uur recht voor ons. Ja? En dan zou 11:45 links van ons zijn, of 11:45. Ja? En als we dan met schuine straten, dan gaat het naar die 1 of die 2 of de 9. Dus dat maakt het dan gemakkelijker om een richting aan te geven. Het is ook iets waar zij gewend zijn mee om te gaan, om vanuit hun klok, die ze ook zelf aan hebben. Ze hebben een voelklok, uurwerk. Dus dat is een richting die ze gemakkelijker kunnen aangeven dan hier en daar. Hier en daar zegt eigenlijk niks. Maar als jij kan zeggen, het is rechtdoor naar het toilet en de tweede deur links, en dat klopt dan ook, dan vinden die mensen de tweede deur links. Maar dan moeten wij ook ons gebouw heel goed kennen. En dan moeten we ook denken dat er een derde deur van de poetsvrouw tussen staat, bijvoorbeeld, of van de trappen. Dus als je zegt de tweede deur, dan moet het ook de tweede deur links zijn. Want die deur wordt dan ook weer gevoeld als een andere tik dan de muur. Ja? Dus qua oriëntatie is het eigenlijk een uitnodiging voor iedereen die in een museum werkt, in een hotel, wat ook, van jouw eigen gebouw heel goed. Uitnodigen, sorry, om jouw eigen locatie waar je werkt, al jaren werkt, eens terug te gaan herontdekken. Dus op de parking aan te komen, binnen te lopen, te zien of die hoofdingang wel goed te vinden is, zien of de signalisatie wel klopt en of inderdaad wel alles nog correct hangt en op de juiste hoogte en niet twee keer is veranderd. Want dat maakt dat je het ook veel gemakkelijker kan uitleggen aan een persoon met een visuele beperking bijvoorbeeld. Maar ook aan de doelgroep van de verstandelijke beperking. Was dat een beetje het antwoord op de vraag? Ja, dankjewel. Ik heb hier nog een vraagje of Inter ook musea soms helpt bij het opzetten van tentoonstellingen, dus bij de bewegwijzering, inhoud afstemmen op doelgroepen en dat soort zaken. Wij worden inderdaad gevraagd. Er zijn ook heel veel bureaus die nu zeer goed op de hoogte zijn om dat mee op te starten. Maar wij worden inderdaad ook gevraagd om musea mee in te richten. Ik zeg niet om tentoonstellingen te plaatsen, want dat is natuurlijk weer een heel specifiek. Maar het zou zelfs heel fijn zijn, moest er bij een nieuwe opzet van een tentoonstelling samen met ons worden afgesproken van kijk, hoe maken we alles duidelijk? Hoe maken we de signalisatie in orde? En wat er dan juist wordt getoond, dat is natuurlijk altijd de belangrijkste taak van het museum zelf natuurlijk. Hè. Daar gaan we ons niet in. Maar ja, dus. Absoluut. Oké.
Dankjewel, dat waren de vragen, denk ik. Dat is heel fijn, dankjewel. Dankjewel, collega's, voor deze verduidelijking. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar de laatste spreker van deze webinar, Christophe Steegmans. Hij is zaakvoerder bij WeTravel2 en hij wil jullie vanuit de invalshoek van een ondernemer enkele tips meegeven voor de toeristische ondernemer. Christophe, wij luisteren graag naar jouw verhaal. Goedemiddag allemaal en welkom, ook in mijn naam, op dit webinar rond toegankelijk toerisme. Zowel Geneviève als Kathleen hebben het al verteld, de doelgroep met personen met een beperking is heel groot. Ik ga er niet heel diep op uitweiden, maar toch 15% van de ganse wereldbevolking heeft een of andere beperking. Als we dat doortrekken, gaat dat ongeveer over 900.000 Vlamingen die een of andere beperking hebben. Dat is geen echte grote beperking die altijd zichtbaar is, maar het is wel een enorme grote doelgroep. En als we daarbij denken dat niet alleen de persoon met een beperking reist, maar gemiddeld reizen er 1, 2, 3 mensen samen met die persoon met een beperking, spreken we al gauw van een hele grote doelgroep waarvoor dat we eigenlijk rekening moeten mee houden. Dus toch wel een heel belangrijke doelgroep om rekening mee te houden. Graag de volgende slide. Heel kort iets over mezelf. Ik ben Christophe Steegmans, ik ben ondertussen 46 jaar en op mijn 18e heb ik een sportongeval gehad en ben zo in de rolstoel terechtgekomen. Ik heb altijd blijven reizen en een jaar of 5 geleden heb ik beslist om een eigen reisorganisatie op te richten, omdat ik niet direct een organisatie vond waarmee ik zelf graag wou reizen. En ik wou gewoon reizen toegankelijk maken voor iedereen op een normale en toffe manier. En om een beetje voor te stellen, heb ik dat gegoten in een filmpje van een tweetal minuutjes. En dat wil ik nu heel kort even laten zien. Ik merk dat het geluid niet goed werkt, maar we gaan het blijkbaar eventjes oplossen. Dus we zijn bezig met het geluid eventjes opnieuw op te starten, zodanig dat we het filmpje toch kunnen afspelen met geluid. 2 minuutjes geduld en dan gaat het er wel van komen. Blijkbaar hebben we nog een probleempje met het geluid. We gaan het nog 1 minuutje opnieuw proberen. Misschien mag je het filmpje gewoon laten spelen zonder geluid. Christophe, ja, er is blijkbaar een probleem met het geluid. Ik stel voor dat we de filmpjes ook achteraf nog delen aan de deelnemers, zodat ze die ook eens met geluid kunnen bekijken. Ja, misschien mag je het filmpje gewoon even laten spelen. Ik ga er wel een klein beetje bij vertellen wat we zien op het beeld en dat geeft ook al een beetje een inspiratie. Ja, ik ben Christophe en ik reis graag. En op mijn 18 heb ik een ongeval gehad en ik ben blijven reizen. Dat is eigenlijk het belangrijkste verhaal in het begin van het filmpje. Dan krijgen we een aantal beelden om te zien wat toegankelijkheid juist is. Je moet gewoon blijven reizen. In een aantal beelden ga je zien dat ik steeds ben blijven reizen, zowel naar Afrika, Kenia. Dit is een beeld uit Curaçao en Aruba. Op het strand in Aruba. Blijven genieten met vrienden, wat dan ook, waar hij naartoe reist. Safari vanuit in Kenia.
Safari, dit is weer een beeld vanuit Curaçao. Aangepast vervoer is heel belangrijk daarin. Om toch nog te kunnen beleven, fysieke toegankelijkheid. Weer een beeld vanuit Curaçao. Wat we willen zeggen is dat we heel wat reizen aanbieden van over gans de wereld met WeTravel to. Travel without limits, en dat proberen we ook effectief waar te maken. Naast WeTravel to hebben we 2 jaar geleden ook Compaan opgericht. En Compaan is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie die de brug vormt tussen reizigers met een beperking of zorgvraag en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat die beide groepen, dus de personen met een beperking en de vrijwilligers, al echt als echte companen samen op reis gaan, zonder drempels en zonder zorgen, om samen vakantie te gaan en dag uit te stappen. Het logo is 2 vogeltjes en je mag het filmpje afspelen. Ook weer hier geen geluid bij, maar het wil dus zeggen dat de 2 companen, dus de zwarte en de witte vogel, samen op reis gaan en zo een leuke en avontuurlijke reis tegemoet willen gaan. Dat is een beetje het verhaal van Compaan. Samen onderweg, zonder drempels. Dat is een beetje de inleiding, een klein beetje over mezelf. Ik mag overgaan naar de volgende slide. Daarnaast heb ik ook een beetje een idee opgestart, Christophe on the Move. Waarmee ik wil alles rond toegankelijk reizen meer op de kaart zetten. Vorig jaar heb ik een voordracht gaan geven in Dubai rond alles wat toegankelijkheid te maken heeft. Ik mag doorgaan naar de volgende slide. En geven ook advies over hoe je perfect je accommodatie toegankelijk kan maken. Zowel op fysiek vlak, maar ook op marketing vlak. Graag de volgende slide. Dit is een foto van de kamer van Vayamundo Hoevalise. Wij hebben hen een beetje geadviseerd over hoe je de kamer toegankelijk kan maken. Niet op een puur fysiek toegankelijk manier, maar ook op een mooie manier die ook aantrekkelijk is en ook warm aanvoelt. Graag volgende slide. En vandaag wil ik het hebben over accessible hospitality. En wat willen we zeggen? Het is niet puur de fysieke toegankelijkheid of gewoon toegankelijk zijn voor personen met een beperking, maar we willen gewoon dat iedereen zich welkom voelt. En op die 10 minuutjes, 15 minuutjes dat ons nog rest, kan ik natuurlijk niet alles in detail gaan vertellen over marketing, maar ik wil vooral eventjes inspiratie bieden. Het is zo, accessible hospitality is eigenlijk een ganse keten ook. Het belangrijkste is die algemene sensibilisering, die volledige keten van toegankelijkheid, zorgen dat je fysiek toegankelijk bent, toegankelijke kamers, opleiding, klantvriendelijk onthaal en marketing. Dat zijn die 6 stappen. Wat is heel belangrijk daarbij? Die algemene sensibilisering. Iedereen in gans je bedrijf moet doordrongen zijn van toegankelijkheid. Het is niet zoiets dat opgedrongen moet zijn door het management of door de eigenaar van de zaak. Iedereen die betrokken is bij je firma, is het nu een hotel, is het nu een café, een restaurant of ben je een museum. Iedereen die werkt daar moet doordrongen zijn van die toegankelijkheid. Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen die betrokken daarbij is, eigenlijk een soort van sensibiliseringssessie zou moeten volgen rond algemene omgaan met personen met een beperking. Wat is nu die fysieke toegankelijkheid? Wat dan ook. Iedereen moet doordrongen zijn van die toegankelijkheid. De volledige keten van toegankelijkheid is heel belangrijk daarbij. Niet enkel die fysieke toegankelijkheid van wat dan ook, maar je moet de volledige keten van toegankelijkheid. En dat begint bij mij bij informatie. Dat gaat rond die fysieke toegankelijkheid van je algemene hotel, restaurant, toegankelijke kamers, hulpmiddelen, hoe geraak ik daar, parking en zo verder, hulpmiddelen en het omgaan met personen met een beperking. Een belangrijke stap daarbij is ook die algemene fysieke toegankelijkheid. Zorg dat jouw café, jouw restaurant, wat dan ook,
toegankelijk is voor personen met een rolstoel, met een fysieke beperking. Maar als je etablissement niet perfect toegankelijk is voor personen met een fysieke beperking, is het ook belangrijk dat je dat gaat communiceren, wat al dan niet kan. Als je een hotel, een hostel hebt of een bed and breakfast, zorg dat de kamers perfect toegankelijk zijn, op welke manier dan ook. Stapje 6 is die opleiding klantvriendelijk onthaal. Kathleen heeft het er straks al heel wat toegelicht. Er zijn heel veel verschillende types van personen met een beperking. Zo heb je de persoon met een fysieke beperking, een mentale beperking of mensen met autisme. Zorg dat je hen op een klantvriendelijke manier gaat onthalen. Eens dat je toegankelijk bent en heb je de volledige 5 stappen doorlopen, is het heel belangrijk om marketing te gaan toepassen en je moet dat ook gaan uitdragen. Dan moet je laten weten dat je toegankelijk bent. Spread the word, communiceer, communiceer en communiceer. Graag overgaan op de volgende slide. Ga dat op een duidelijke manier doen. Hier hebben we een voorbeeld hoe het niet moet. Mensen hebben altijd, heel vaak waar ik naartoe ga, zeggen, ja, we zijn wel toegankelijk, want we hebben een hellend vlak liggen. Hier hadden ze een heel goed voorbeeld. Ze hebben een hellend vlak liggen, maar het hellend vlak was net iets te kort om het museum toegankelijk te maken. Dus goede wil is niet altijd voldoende. Je moet ook effectief gaan checken of het effectief nuttig is. Graag naar de volgende slide. Enkele tips om je etablissement toegankelijk te maken. Bekijk het volledige plaatje. Zoals ik daarnet gezegd heb in de vorige foto, ze hadden redelijk goed, de weg naar het museum was toegankelijk, de inkom niet, en binnen was weer alles perfect toegankelijk. Maar je moet het volledige plaatje bekijken. Het is niet omdat de parking toegankelijk is en het museum van binnen, maar als je er niet binnen geraakt, dan ja, ben je niet volledig toegankelijk. Denk out of the box. Wat bedoel ik daarmee? Je moet niet enkel kijken naar die fysieke toegankelijkheid. Er zijn een 20-tal jeugdherbergen in Vlaanderen, waarvan er 11 perfect toegankelijk zijn voor iemand met een rolstoel. De 9 andere zijn niet perfect fysiek toegankelijk, maar die kunnen wel perfect toegankelijk zijn voor iemand met een mentale beperking, iemand die blind is of iemand die slechthorend is. Dus je moet een beetje proberen te communiceren en duidelijk te communiceren van wat wel kan voor jou en wat kan niet. Dus niet enkel kijken naar die fysieke toegankelijkheid, maar ook naar die mentale toegankelijkheid. Soms kunnen kleine aanpassingen voldoende zijn om toch iets toegankelijk te maken voor iedereen. Als je een drempeltje hebt van 20 centimeter, als je een klein hellend vlak legt, kan iemand perfect binnen. Als de doorgang te smal is omdat er een kastje in de weg staat, zet het kastje weg zodanig dat iemand toch wel door kan. Soms kunnen het hele kleine aanpassingen zijn die het verschil kunnen maken. We hebben een voorbeeld van een traplift. Dat is een trap en je kan daar een liftje van maken. Dat is een schitterend idee. Maar als je dat museum bijvoorbeeld gaat bezoeken met een groep, dan vraagt dat wel een beetje tijd. Dus soms kan iets perfect toegankelijk zijn, maar als je iets gaat bezoeken met een groep, moet je dat ook wel een beetje incalculeren naar timing toe en naar tijd toe. Als je 5 rolstoelgebruikers hebt die samen die traplift moeten nemen, kan dat natuurlijk een beetje tijd in beslag nemen. Dus als je een museum, als je bijvoorbeeld een uur ingecalculeerd hebt om dat museum te gaan bezoeken, maar je hebt 5 rolstoelgebruikers bij, ja, dan gaat dat een klein beetje meer tijd in beslag nemen. Denk inclusief. We gaan dat zelfs nog wel kijken op een foto. Ik heb een foto, een voorbeeld bij van ballonvaren, waar perfect een rolstoelgebruiker mee kan in de mand gaan door plaats te nemen in een stoel. Die kan je samen met de ganse familie gaan bezoeken. De achteringang is misschien niet altijd het meest mooie voorbeeld, maar als iemand bijvoorbeeld in een café, worden de bakken bier of de bakken frisdrank gelost met een karretje en langs de achteringang ligt een hellend vlak. Dat hellend vlak dat kan vaak gebruikt worden om ook een rolstoelgebruiker om een kind met een buggy makkelijk binnen te maken.
Dus denk heel out of the box. Probeer een beetje met kleine aanpassingen rekening te houden, waarmee dat toch soms makkelijk toegankelijk gemaakt kan worden. Graag naar de volgende slide. Ik vind deze wel een heel goede quote. Als je denkt klein te zijn om het verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug. Heel vaak zeggen ondernemers tegen mij, ja, maar als ik mijn restaurant of mijn café toegankelijk maak, ja, dan is toch niet de hele wereld toegankelijk. Nee, maar als jij jouw etablissement toegankelijk maakt, dan kan het soms een grote wereld van verschil maken voor een kleine doelgroep. En wat ook zo is, personen met een beperking zijn een redelijk trouw publiek. Eens dat iemand weet dat jij of jouw etablissement toegankelijk is voor een bepaalde doelgroep, hij gaat dat bekendmaken binnen zijn kennissenkring en hij gaat redelijk vaak terugkomen. Dus een heel, heel trouw publiek. Dus probeer maar eens te slapen met een mug. Ik vind dat eigenlijk een heel goede slogan om te zeggen van ook jij kan het verschil maken voor iemand met een beperking. Graag de volgende slide. Bewustzijn verhogen. Als je binnen jouw bedrijf zegt van ja, ik wil toch wel op die doelgroep van personen met een beperking gaan inzetten. Betrek iedereen daarbij. Iedereen die jou in jouw bedrijf werkt, betrek die daarbij. Organiseer een interne brainstorm sessie. Ga niet iets gewoon opleggen aan jouw medewerkers. Betrek iedereen daarbij. Neem actie. Kleine puntjes kunnen het verschil maken. En beschrijf je doelgroep. Als je een museum bent met bijvoorbeeld een verdiep waar het onmogelijk is om een lift te plaatsen, maar de benedenverdieping kan je wel perfect toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en de bovenverdieping voor iemand met een visuele beperking, een auditieve beperking of iemand met een mentale beperking. Ga dan duidelijk beschrijven wat kan voor welke doelgroep en ga er ook naar handelen. Je kan perfect bijvoorbeeld als de bovenverdieping niet toegankelijk is, maak foto's van welke zaken dat er boven te tonen gesteld gaat staan. En je kan die foto's op bijvoorbeeld een computer gaan displayen op de benedenverdieping, zodanig dat iemand die niet naar boven geraakt, toch ook kan delen in de beleving boven. Dus betrek gans je organisatie erbij. Neem actie. Kleine punten kunnen het verschil maken. En beschrijf voor welke doelgroep je iets wilt doen. Nou, graag naar de volgende slide. Marketing en communicatie. Toegankelijkheid is een mindset, zeg ik vaak. Je moet ervan doordrongen zijn om het verschil te kunnen maken. Het is ook een vorm van innovatie. Je kan daar ook heel goed het verschil in maken. Stel een verantwoordelijke aan. Als je met 10 personen werkt binnen je firma, stel een verantwoordelijke aan die verantwoordelijk is voor alles wat met toegankelijkheid te maken is. Maar die verantwoordelijke moet verantwoordelijk zijn voor alles wat met die toegankelijkheid te maken heeft. Maar iedereen moet mee zijn. Maak een globaal actieplan op van wat je wilt doen. Start met die fysieke toegankelijkheid, met die mentale toegankelijkheid, met die opleiding. En ga dan ook communiceren. En dat is het ganse plan. Wees niet bang om te communiceren. Vaak zeggen mensen tegen mij van, ja, we zijn wel toegankelijk, maar ik heb een beetje schrik om dat te gaan communiceren, want dan ga ik bussen vol personen met een beperking krijgen. Zo'n vaart zou het niet gaan lopen. Wees niet bang, communiceer heel duidelijk. Communiceer goed wat je wilt doen. Wees heel correct in die informatie. In de volgende slides ga ik een aantal voorbeelden aanhalen. Wees correct in die informatie. Wees duidelijk, ook als iets niet toegankelijk is, ga het dan duidelijk communiceren. Hou statistieken bij en leer uit je ervaringen. Als je alles doorlopen hebt van die ganse keten, ga dat communiceren. Als iemand met een beperking naar jou komt, ga dat ook bijhouden van hoeveel mensen met een beperking, welke type beperking komt bij mij over de vloer. Als zij tips geven, leer uit die ervaringen en deel dat ook met je ganse team. Leer uit je ervaring, ja, dat het belangrijkste is. Ik ga de case Scandic, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Scandic is een Scandinavische hotelketen. Ze hebben meer dan 100 hotels in Noorwegen, Zweden, Finland en de ganse Scandinavische landen. Ze hebben, graag de volgende slide, ze hebben een toegankelijkheidsmanager aangeduid, Magnus Berg
Foent, dat is de man die hier op de foto ziet, hij heeft zelf een beperking. Hij is verantwoordelijk voor alles wat met toegankelijkheid te maken heeft. En gans de keten Scandic is doordrongen van toegankelijkheid. Ze houden tot in de kleinste details, alles wat met toegankelijkheid te maken heeft, zit doordrongen in hun DNA. En dat is, en je merkt dat ook. Ze hebben zelfs tilliften in elk hotel die je kan huren ter plaatse. Elke kamer van het hotel is op een of andere manier toegankelijk. Ofwel voor personen met een fysieke beperking, mentale beperking, auditieve, visuele beperking. En ze laten in elk hotel en in elke kamer ook hulp wel 100% perfect toe. Dus je moet maar eens op hun website gaan kijken. En ze hebben op hun website een aparte rubriek die heel uitgebreid gedocumenteerd is rond toegankelijkheid. Ik vind dit een van de mooiste voorbeelden van inclusieve behandeling van personen met een beperking. Dus neem zeker eens de tijd en ga eens een kijkje nemen op de site van Scandic. Graag volgende slide. Toegankelijkheid is een mindset, heb ik al verteld. Wanneer we toegankelijkheid als het nieuwe normaal gaan beschouwen, toegankelijkheid volgt de transformatie van onze infrastructuur op organische wijze. Toegankelijkheid hangt dus in grote mate af van sensibilisering, marketing en promotie en de continuïteit van die inspanningen. Je moet gaan sensibiliseren, je moet gaan aanpassen, je moet het gaan promoten en je moet het gaan continueren, die inspanningen. Dan wordt het een cirkel die je permanent gaat bijsturen. Het is een constant proces waarvan uiteindelijk de ganse organisatie van doordrongen moet zijn. Pas als iedereen doordrongen is, als heel de maatschappij ermee bezig is, dan wordt die accessible hospitality de gewone hospitality. En eigenlijk is dat een mooi woord. Dat is waar we natuurlijk naar streven. Die accessible hospitality, dat het ook gewoon hospitality is voor iedereen. Graag volgende slide. In de volgende slides, de volgende 10, 15 slides, ga ik een beetje inspiratie bieden. En een paar good practices aanhalen. Op de rechtse slide zie je een ballonmand. Kan je gaan ballonvliegen voor personen met een beperking. Dat is een ballonvaartmaatschappij. Er zijn er twee in Vlaanderen. Die elke mand waar dat ze mee vliegen, heeft een deurtje of meerdere deurtjes. Waardoor dat de persoon met een beperking samen met hun gans gezelschap kan gaan ballonvliegen. In dit voorbeeld hebben ze in het vak eigenlijk waar het deurtje in is een stoel in geplaatst, zodanig dat een rolstoelgebruiker mee kan gaan vliegen samen met het gezelschap. Ze hebben ook een andere mand waarin dat personen met een elektronische rolstoel samen in de mand kan rijden en zo samen met het ganse gezelschap kan gaan vliegen. Dan spreken we niet meer over exclusief van personen met een beperking, maar heel inclusief samen een groep van 10 mensen kan samen met de persoon met een beperking gaan ballonvliegen. Graag volgende slide. Dit is een voorbeeld van een toegankelijk rolstoelbusje in Aruba. Op heel veel plaatsen is het zo dat het vervoer wel een belangrijk aspect is van die ganse keten. Als je ergens aankomt met het vliegtuig of met de trein, moet je ook op een toegankelijke manier geraken naar je hotel of naar je verblijf. Dat toegankelijke busje kan ook gebruikt worden om uitstappen te doen, om naar een museum te gaan en dergelijke. Dit is een voorbeeld van een goed toegankelijk busje op een niet zo toegankelijke locatie als Aruba. Maar doordat het vervoer toegankelijk is, of doordat het vervoer toegankelijk gemaakt wordt via dat toegankelijk busje, kan je wel heel het eiland gaan verkennen op een normale manier. Dit is een voorbeeld van een toegankelijke kamer. Dit is een voorbeeld van een hotelkamer in Tenerife. Je kan perfect in Tenerife hulpmiddelen gaan huren, zoals een tillift en een douchestoel. Heel belangrijk daarbij is dat de kamer op zich ook toegankelijk moet zijn. Ook weer hier die keten. De kamer moet toegankelijk zijn. Het bed moet onderrijdbaar zijn. Je kan wel een tillift gaan huren, maar het bed moet onderrijdbaar zijn. Dus ook weer hier is het belangrijk dat die ganse keten belangrijk is en toegankelijk moet zijn en niet één onderdeeltje daarvan. Graag de volgende slide.
Hier een voorbeeld van twee voorbeelden van een toegankelijke badkamer en een toegankelijke douche. Het rechtse voorbeeld is een inclusieve douche eigenlijk. Het zitje is opklapbaar. En als je ziet, als je daar als rolstoelgebruiker of als iemand die moeilijk te been is en niet lang kan rechtstaan om te gaan douchen, kan plaatsnemen op het zitje. En de douchekraan die staat ook op een lager niveau, zodanig als je zit, dat je perfect die douchekraan gaan bedienen. Op de linkse foto zie je een beetje hetzelfde. Zie je de beugel die opklapbaar is voor het toilet, een onderrijdbare lavabo en een douche met een opklapbaar zitje. Dus een hele ruime badkamer die heel inclusief is, niet alleen voor personen met een beperking, maar die ook perfect kan gebruikt worden voor iemand die nog heel mobiel is. Graag naar de volgende slide. Think out of the box, denk een beetje out of the box. Dit is een voorbeeld van een safaribusje in Kenia. Het is een redelijk normaal safaribusje. Ze hebben de stoelen eruit genomen en ze hebben gewoon twee lange oprijplaten genomen, zodanig dat ook rolstoelgebruikers samen met een gezelschap safari kunnen gaan doen. Heel inclusieve manier van reizen. Rolstoelgebruiker kan samen met een gezelschap in een gewoon safaribusje mee gaan rijden. Ik zeg niet dat alles mogelijk is voor iedereen, maar door een beetje gewoon out of the box te gaan denken en een beetje creatief te zijn, kan je soms op heel ontoegankelijke plaatsen toch nog iets toegankelijk maken. Graag de volgende slide. Dit is een voorbeeld van een zwembad dat ze toegankelijk gemaakt hebben met een zitje. Dit is een hydraulische lift waar je als rolstoelgebruiker naast kan gaan staan en de transfer maken op het zitje. Kan je zo in het water gaan. In het water gaan is nog makkelijk, soms nog op een andere manier. Maar uit het water gaan is niet altijd makkelijk. Maar door zo'n zwembadliftje te plaatsen naast het zwembad, wordt het ook weer toegankelijk. Niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor ouderen die door hun beperking niet altijd meer op zo'n klein... een trapje uit het zwembad kunnen geraken. Een ander voorbeeld op de andere slide is een voorbeeld van een inloopzwembad. Dat is een zero-entrance zwembad, waardoor dat mensen die ook iets moeilijker te been zijn, makkelijker nog in het water kunnen stappen, of iemand met een halfzijdige verlamming, kan langs de ene kant van de baar zich nog vasthouden en als dusdanig nog in het water gaan stappen. Dit zwembad zou ook kunnen gebruikt worden. Zoals dat je, ja, deze foto kan je combineren met de foto op de volgende slide. Op de rechterfoto zie je waterbestendige rolstoelen. Die kan je gebruiken om op het strand te gaan. Maar die rolstoel of die waterbestendige rolstoel zou je ook perfect kunnen gebruiken om in een inloopzwembad in het water te gaan. Dus je kan een beetje creatief denken. Als je een douchestoel hebt en een inloopzwembad, kan je perfect als rolstoelgebruiker nog in het zwembad gaan op die bestemming. De foto die je op de, ja, in de rechte cirkel ziet, is een voorbeeld van Zonzee Zorgeloos aan de Belgische kust. Die hebben op een tiental plaatsen hebben ze waterbestendige rolstoelen en strandrolstoelen ter beschikking. En plaatsen ze containers waar dat je ook je perfect kan omkleden en de transfer kan gaan maken naar een strandrolstoel. En kan je dus ook weer samen met je ganse gezelschap het strand opgaan. Want het is niet evident om met een gewone rolstoel met smalle bandjes op het strand te gaan. Op enkele van die plaatsen heb je ook een strandrollator. Dus dat wil zeggen een rollator met brede, dikke banden. Waardoor dat je als oudere persoon of iemand die iets moeilijker te been is, ook weer met een rollator op het strand kan gaan. Graag volgende slide. Linker foto is een foto in Ronse in Oudenaarde genomen. Dat is een elektrische aangedreven fiets, waar dat je als persoon die iets moeilijker te been bent vooraan in het zitje kan plaatsnemen en je partner kan perfect gaan fietsen. De rechter foto is een foto genomen in het domein Polderwind met een goed onderrijdbare tafeltjes. Wat je perfect als rolstoelgebruiker samen met je ganse gezelschap kan plaatsnemen om een leuke namiddag aan het domein door te brengen. Volgende slide.
Dit is een foto van een toegankelijk toilet op de luchthaven van Dubai. Het is een van de meest toegankelijke toiletten die ik ooit gezien heb op een luchthaven. De deur die gaat automatisch elektrisch open en toe met een druktop. En die gewoon kan met een simpele druktop ook kan gaan vergrendeld worden. Binnen is er zijn er de nodige beugels, de nodige onrijdbare lavabo en een alarm die ook bemand is. Dus als je daar gaat aan, want ik heb de test gedaan, op het alarm geduwd en binnen de paar minuten was er iemand om jou te komen helpen. Dus dat was een heel toegankelijk en ruim toilet met automatische schuifdeuren aan een openbaar toilet in de luchthaven. Ik vond dat eigenlijk wel een beetje revolutionair. Volgende slide. De vorige slide was een beetje inspiratie. Met het laatste filmpje, en moest het geluid niet werken, kan je met het YouTube-kanaal van Christophe Steegmans, On The Move, een aantal filmpjes gaan bekijken. Dit is het laatste filmpje dat we gemaakt hebben in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, waar dat we een aantal personen met een beperking aan het woord gelaten hebben over fysieke toegankelijkheid, mentale toegankelijkheid en waarom dat ze eigenlijk moeten reizen. Hun boodschap is, blijf gewoon reizen, want pas door te gaan reizen gaat de maatschappij zichzelf aanpassen en gaat meer en meer toegankelijk worden. Ik hoop dat het geluid gaat werken, maar stel dat het niet werkt, neem zeker een kijkje op het YouTube-kanaal, zowel van Christophe On The Move of van Toerisme Vlaanderen, om de boodschap van de reizigers die in het beeld komen te laten zien. Laten we het proberen. Ja, het geluid van dit filmpje werkt spijtig nog ook niet. Maar het is ondertiteld, dus we kunnen het misschien wel laten zien. Van jezelf is en dat je daar niet meer vanaf zult geraken. Belet dat mij in ieder geval niet te leven. Ja, de laatste 15 seconden hebben we nog het geluid meegepikt. Zeker de moeite om de filmpjes nog eens te gaan herbekijken. En te gaan delen met al de medewerkers of met jezelf binnen de organisatie. Het gaat zeker heel wat inspiratie bieden om er zelf mee aan de slag te gaan. Daar is mij alleen nog jullie te bedanken voor de aandacht. Moest je ooit meer informatie willen weten of moest je een plan op maat willen hebben rond marketing of rond toegankelijkheid, mag je ons steeds contacteren of Toerisme Vlaanderen. Als er nog vragen zijn, wil ik die samen met Sarah, Geneviève en Pieter beantwoorden. Dankjewel. Bedankt Christophe voor jouw verhelderende uitleg. We gaan een klein beetje over tijd, dus ik stel voor dat we ons tot één vraag beperken voor Christophe, zodat we zeker tegen 4 uur kunnen afronden. Pieter, heb jij een vraag om voor te leggen aan Christophe? Het is er eentje voor Christophe, de toeristische ondernemer. Heb je algemeen de indruk dat de vraag naar toegankelijk toerisme nu toeneemt? En hoe denk je dat dit na de pandemie zal evolueren? Wel, voor de pandemie
laten we zeggen 2019, het volledige jaar dat normaal was, hadden wij heel veel reizigers die wouden reizen, zowel binnenland als buitenland. De vraag voor 2020 was bij ons met 75% gestegen voor mensen die zowel naar het, vooral dan naar het buitenland wouden reizen. In maart is dat volledig in elkaar gestuikt. We hebben dit jaar toch wel nog wel wat reizen gehad van mensen die in het binnenland wouden reizen, omdat ze dan toch minder makkelijk met het vliegtuig konden gaan reizen en toch nog wouden uitstappen in eigen land. Wat ons aanvoelen is momenteel al dat mensen die hun reis dit jaar uitgesteld hebben gezien, dat die toch nu al gaan aan het uitkijken zijn om hun reis te laten doorgaan volgend jaar. Dus ik heb een vermoeden dat mensen zeker volgend jaar opnieuw willen gaan reizen. Maar, ik ben eigenlijk heel hoopvol gestemd op het reizen in eigen land, omdat mensen volgend jaar, dus in 2021, nog een beetje de kat uit de boom gaan kijken en ook vooral kortbij willen gaan reizen. Dus ik denk dat er een hele weg open ligt om te gaan reizen in eigen land en dat de toeristische ondernemers in eigen land volgend jaar een boom gaan zien in toegankelijk reizen. Dat is duidelijk, dankjewel. Sarah, ik laat jou het laatste woord. Ja, dankjewel Christophe voor de verhelderende uitleg op de vraag. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze webinar. Ik koos een eindfoto, je mag naar de volgende dia gaan, om ons even aan te verwarmen op deze toch wel koude dag. De webinar bleef spijtig genoeg niet volledig gespaard van een technische beslommering. Het geluid van de video's werkte eigenlijk perfect tot we live gingen, maar dat is de wet van Murphy zeker. Gelukkig kunnen jullie deze webinar achteraf opnieuw bekijken en zullen we ook de video's delen, met geluid dus. Houd jullie mailbox en onze website www.toerismevlaanderen.be dus zeker in de gaten. Ik wil alle sprekers bedanken voor hun boeiende presentaties deze namiddag. En ik wil jullie ook van harte bedanken voor jullie aandacht. We wensen jullie nog een fijne namiddag toe. Houd het veilig de komende weken en veel succes met alles wat jullie ondernemen en in het bijzonder deze ondernemingen op vlak van toegankelijkheid. Dank jullie wel en tot ziens.